is 2 december 2020. En het uitzicht van de pandemie is er nog niet. Maar laten we maar zeggen, er zijn langzaam positieve berichten met betrekking tot de vaccins. En ja, we hebben weer een live gast vanavond. Als u die stem hoort, dan zegt u, oh, damn. Jodenoven, Paul. Behaid, Kriemer, nummer 1, Jodenoven. Paul Miele, luisteraars vanavond in de studio. En hij gaat jullie natuurlijk het een en ander vertellen over... Ja, dat laat ik hem zelf vertellen. Nou, kan er een plaat, houden we op het plaat. Ja, we hebben Paul Weile in de hut, dus moeten we een plaat doen. Moest maar het tarf in dit geval. Het tarf in dit geval. Tietje plaat, zal ik een nieuwe thriller oezen, die is doodstil. In dit Hollandje schrijven. Een thriller. Ja, nu in de boekwinkels. en ja, daar wil ik je daarvoor vertellen. En we gaan een nieuw platboek. Nummer 24. En dat kan ik ook je daarvoor vertellen. En dat is wel uniek, want toch had ze nog nooit je bij ons over verteld, denk ik. Een platboek? Dus, ja, nee. Jawel, de vorige keer, en dan verrast hoe met je door. Oh, oké, okay. Maar niet dat het al los wordt. Nee. Gunt wordt zo meteen een vraag. Dit is het station van jouw hits, jouw nieuws. Jouw hits, jouw nieuws. En TV Boston. De Parkstad Cultuuragenda bij jou tot de klok van 10 uur met als gast vanavond natuurlijk in het plat door Paul Weile. Paul, ik ga het met de introductie aan voor al even erover. Je had een nieuwe trailer geschreven. Voor de luisteraar die dat net had metkregen, wat had ik je drijven een warmense bocht te schrijven? Nou, het laatste borst van vorig jaar, dus dat is net eens zo erg lang geleden. Ja, nee, maar door hem. en dan, door dat vorige borst, had ik eigenlijk graafste geschreven. Dus ja, hier, dat staat ook in het boek, ik zal ze tegenkomen. Ik ving een schrijver moest schrijven. Mm-hmm. Ja, het kan dich goed, joh, het kan dich slecht, joh, het kan dich geweldig, joh, of überhaupt jaren niet, joh. Wens ik kan schrijven, schrijf. Jank dich door zetten en werk. Reven de zaad van als schrijver, de best pas in de schrijver, wens ze iedere dag wenigstens 1000 woordjes schrijven als. En 1000 woord, dat zijn ongeveer 3 pagina's. Dus en doe dat, ik weet eens wat, dat moest kan. Iedere dag 1000 woord. Hast je dat ook iedere dag gedaan? Nee, dat hoor ik niet vol. Dat is wel een eerlijk antwoord. Dus ik schrijf iedere dag. Ik vang er iedere dag aan met de Joep Kerkhoor. Mm-hmm. Dus ik schrijf iedere dag in het blad een gedicht. Je schrijft zoveel, hè? Je schrijft letjes, je schrijft gedichten, je schrijft... Ja, wat schrijft ze eigenlijk net? Ik ben een veelschrijver. Ik ga immer wel je te zagen. Jeder mens der de Zeitung leest, der een beetje leeft in de wereld waarin we leven, der had er eens commentaar op. En ik ga dan vanaf dat ik king ben, mich aangewend dat op papier te zetten en in een vorm te jessen. Mm-hmm. Of het dan een gedichtje is, of een liedje is, of een roman is, of een verhaal, of een toneelstuk, en een musical. Dus, en dat zijn er al die genres, die had ik geprobeerd. En ja, daar had ik op mijn manier, in iedere genre, had ik de spas aan. Mijn eerste thriller, mm-hmm. Pionnenwerk, mm-hmm. Kijk toen weer Europa aan Jan. Mm-hmm. En... Europa immer groter en het enige wat de lui wolen is eigenlijk voor willen dus nog allemaal blijven kennen. En toen kwam het Europa van de regio's. En die hoeft het karren in Baskeland en Noord-Ierland, weet ik wel, allemaal die dingen die zelfstandig willen zien. En ik denk van, nou, we verdant nu eens naar Limburg trekken. Dan had ze misschien een spannend boeken hangen. Dus dat had je kijken en wie weet zijn dus de lui. Chauvinistisch, nou, buurlijk veel chauvinisten in Limburg. Wie van u zouden de oeste conclusie kunnen trekken dat ze zelfstandig moesten worden? Dus zich afscheiden van Nederland en dat moest, wensen dat wel. Denk ik niet dat ze via de politieke weg erg weinig vus aan het kriegen. En dat dus met gewapende hand zou moesten.
Dus dan zou ze leerjaar moesten je informeren. Nou, het tweede spannend boek, dat kan ik je vertellen. Dus dat woord pionnenwerk, de sloes daarvan is spannend. Maar Limburg giet zich net afscheiden van Nederland. Dat wordt er eerste. Dat woord toch al eens ooit in het verleden, wat? Zelfstandig, nee, ja. Afgezien, nee, dat voor bij het Belgisch hoort. Nou, daar is, kijk, voor vrouwen natuurlijk heel veel heerlijkheden. Mm-hmm. Heerlijkheden, die worden zelfstandig, zelfstandig. Die houden nog eigen police, die houden eigen rechtspraak. Die houden aan zich wel die leger. Dus wie er Napoleon komt, moeten allemaal kutten met een beetje maat worden afgeloven. Mm-hmm. Dus in der zin, vier zijn zelfstandig geweest in verband met... Roda, het Herzogenrad, dat wordt een heerlijk. Rode, dat is het bojot. Dat is Roda, maar de Rode. Ja, ja. Limburg aan zich is nu het zelfstandig geweest. Is het ooit een hertigdom Limburg geweest, maar dat had met de provincie Zwiever ze nu kennen eigenlijk niks uit te storen. Die loog grotendeels op het, wat nu op het Belg is. Ik hoor het al, de wist mee wie mij vergunt. Even naar de muziek komen voor de noord. Oké. Paul Whelen. Ja, ja. Die een leeuw is wat betreft het schrijven. Molly Madroos. Ja, zeker. Molly Madroos. Speciaal daarvoor Queen en Don't Stop Me Now. Met natuurlijk de nadruk op Don't Stop Me Now. Voor hoffen dat ze nog lang doorgeeft. Even nog een korte inleiding over Doodstil, de nieuwe thriller. Nou ja, ik wou eigenlijk, ik ga graag een pionnenwerkje door, dat is de eerste. Ja. Nou, dan vond ik zelf er tamelijk geslaagd. En dat denk ze, ja, je dat wel zo in het tweede schrijven. Toen worden ze het zoveel jaar wies, worden ze in Maastricht bezig met de tunnel. Mm-hmm. En nou, dat doet het je hoofd, joh, daar komen links en rechts de verhalen, de welderinner van... Er werd je schoemeld, er werd geld uit erover je duit. Er is je erin riegen aan het regenen. En de bijvuurbelte lui uit Portugal, die door werkelijk het werk aan het toe worden, die moeten graag wie de Polen die op het land werken zitten in huxier leven, weet ik allemaal. Doe daar ik van, ah, corruptie, dat is wel het thema, dat speelt wel ons in Limburg. Geweldig thema voor de triller. Dus zo ben ik op Mercurius tapes komen. Alle goede dingen zijn drie, dus mijn derde en laatste thriller had ik dan nu geschreven. En dat is Doodstil worden. Had ik nog tijd? Nog een secondetje of 20, ja. Ik ben nog thuis, wat is vorig jaar is uitgekomen, ben ik eigenlijk, je hoofdje er nog, had ik de eerste hoofdstukken geschreven van Doodstil. Daar wil ik het even bij lossen. De eerste hoofdstukken van Doodstil. Even pleitje, de Noorder Commercials en de Noorder Verdruk. Ben er Paul Wellen over de thriller Doodstil. Dit is RTV Parkstad. RTV Parkstad. 89.2 FM. Bij ons in de studio, voor het geval dat je nu net hebt ingeschakeld, Paul Whelen, en we schakelen meteen warm hem op het plat. Paul verhandelt even je had voor pionnenwerk, wat wordt dat? En Mercurius tapes. En Mercurius tapes, en oh ja, Doodstil. Ja, dat klinkt wie Watergate, de Mercurius tapes. Ja, dus, dat wordt de bedoeling. Ja. En hoe, ja, die nieuwe kindje, laat van maar zeggen, wat? Ja. Doodstil. Nou, nogmaals, ik wil de trilogie een beetje rondmaken. En ik denk, die is de laatste en derde thriller schrijven. De laatste? De laatste thriller, joh. Ik, want samen, joh, daar kom ik direct over. Eerst je voor Doodstil. Je nou. Maar we willen net dat het Doodstil met. Vertel. Kijk, op deze plaats voel ik dat het over normaal nu heet. En op de tweede plaats moet ik een mozaïekroman schrijven. Mm-hmm. En dat betekent dus dat ze die lui, dat ze die levens van die lui, die is een mis, die komen zich tegen, die huren van nee. Dus dat werd het soort puzzelwerk, omdat anders los waren allemaal toch door één punt te krijgen. Wie kunt ze in godsnaam op dat idee, Paul? Door Louis? Nee. Nee? Ja, nu zit ik te denken, dat is een film met Brad Pitt, dat is ook zo'n mozaïek. In ieder geval, dat werd regelmatig in filmen je door iets daars. Oké. Dus dan zie je... Dat voor ben ik, dus wie ze eraan kunt. Ja, zo ben ik erop gekomen. Oké. En ik vang aan met die hoofdstuk en ik ga misschien een hoofdstuk of drie schrijven en toen kwam de volgende corona op de zaak. Mm-hmm. En toen dacht ik van... ja, ik kan eigenlijk maar één ding doen en dat is dat corona erin verwerken. Want
Ja, daar heeft ze nu nog geschreven. Maar dat maakt nog veel. Nee, weet je, dat, kijk, ik ben nog een man, ja, dat leeft. Ik leef al in de tijd van nu. En de denker die mij overkomen, overkunt min of meer jij rennen. Mm-hmm. En dus ik denk van, wenn ik erover schrijf, dan kan jij rennen dat ook min of meer metvoelen en metdenken. Mm-hmm. Dus dat had ik op je door. En dat had dus ook gewerkt in het versterken van de plotsamer. Mm-hmm. Met het versterken van de leidensweg, dan ze alle van de Franse jongen. Mm-hmm. En ja, Jood, het is dus ook min of meer je schrijven in coronatijd. Even nadenken. Ik ben... Medio maart begon corona? Nou, in februari, maar vong het eigenlijk aan. Mm-hmm. Mijn broer is in de maart gestorven aan corona. Mm-hmm. En dus ja, die dingen had hij ook drin verwerkt. En dan loog alles een paar weken plat. Dus en ja, dus zo allemaal maar angstig heen naar uit te kijken en in spanning af te wachten wat de Rutten is verloven. Daar waren niet de wel stong stel, hè? Ja. Dus dan de kans in de bed, je hebt je doen wat ze met die dank erin angst bezig bent. Dus ik ga je schrijven wie je willen. En een tijd lang kan ik die 1000 woord per dag kan ik makkelijk houden. Makkelijk, ja. Want dat mag niet de roer zo die jongens daar zijn. En ja. Dan op een gegeven moment, zeg maar, dat trip me dat ik hou het niet vol. Dan ga ik niet alleen te veel afleiding voor, maar daar ben ik ook met te veel dingen met bezig. Ik wil er nog muziek maken, ik wil er nog jobkerker doorklassen, joh. En het schöne is, we gaan dit jaar 12 bukker gemaakt. Er stonden er 14 gepland, dus zeg maar 2 van de 14 zijn niet doorgegangen. Mm-hmm. En dat had dus niet alleen een hoofd werk opgeleverd, maar ook een hoofd spaas en plezier. En al die bukker die van het uitbraat dit jaar, die lopen ook nog. En ik vind dikke, ja, ik wist dat niet, maar de vertaling daarvan in het Engels is dus text and image communication. Nee, communicatie. Ja. Dan voor Jans bewust, tekst is gewoon nog in het Hollands, maar het dan van een exie door, omdat het inderdaad je het spannender klinkt. Mm-hmm. Image is, en zeg maar, dat is mijn deel, en image is dat wat er los deed, want de foto's, omslag maken. Mm-hmm. Louis Oliveira. Alles wat achter de coulissen passeert, samen dat deed Louis. Mm-hmm. En ze samen proberen voor dat ze communiceren. Dus vermoedelijk ook wel Jan zegt dat Nederlandstaligen dat willen verdwenen horen. Dus niet alleen maar Engels. Dat wel even over take. Dadelijk wel meer over doodstijl, want verdwalen constant af. Ja, leg aan dich, loor aan dich. Is maar, Joods werden toch niet doodstijl. Bij ons in de studio Paul Welen met de thriller Doodstil. En ja, Paul, je liet je voor nog een liedje drieën, waar? Even een zijdensprong. Weer was 40 jaar bestond ze. Nee, nog niet 40. 37 om je nou te zeggen. Bouw 40 jaar. Oh, bouw 40. Bouwhouder, ja. Jij hier in de haasje, zoals. Nee, dan had ik dat voor je weg en de weg er vuur al verkeerdje om. Dat is, dat is natuurlijk wel, ja, zo. Nou, kijk, officieel in, wat even, 1983 doe one of vier de Slayerparade. Mm-hmm. Maar door vuur bestongen voor, denk ik, toch al... Dus de zoods kunnen zeggen 40 jaar. Kijk. Maar vanaf 1983 had de lui van eens gehoord. Mm, ook toch een beetje lieg. Maar goed, we gaan het dan. Doodstellen, nog even over die personages. In de coronatijd een ja, nou, dus... Vol en schrijven, je jongen. Ja. De was al een schrijven. Nee, maar... Ja, bedoel, eigenlijk ben ik klaar met doodstil. Ik weet niet wat ik toch over kan vertellen. Oh, net zo wie... kijk... Nou, nee, dat is niet waar. Niet te veel vertellen over het boek. Ja, nee, daar kunt nog iets bij. Zeg maar, wat natuurlijk ook in corona ziet passeren, is dat zo ongeveer het Janse culturele leven in Limburg stilstond. En nog steeds. En nog immer. Ja. En dat had ik van je probeert je te maken. Kijk, ik had het gesamtkunstwerk van de ondergang van het avondlandje neemt, hingen erop. Dat klinkt erg geschwollen, maar dan kunnen het in feite, denk ik wel, zeker wat Limburg betreft, een beetje op neer. Ik
Kijk, daar zijn geen koeren meer. Dus is geen muziek meer. Geen theater, geen film. We kunnen niet bij nee komen. De traditionen zijn allemaal voet. Daarvan niet gevierd werden. Alle festivals zijn voet. Dus maar, de cultuur staat hij stil. En... En zeg maar, nou, ik wist niet of ze ooit van Charles Eyck gehoord hadden. Ja, natuurlijk wel. Der wordt dus ooit wereldberoemd in Limburg. Ik bedoel, de koetsje beeld op een straat, ik ving of het woord van Charles Eyck. Mm-hmm. Nou, dat is niet meer zo. Erger nog, zoek het maar eens op marktplaatsen zo. De Christkunstwerken van Charles Eyck, betaalt ze nog geen 100 euro voor. Ja, waanzin, hè? Dus zeg maar, zo vlot jeet dus eens wat vier... Dat zijn meesterwerken, dat geeft de bar af. Mm-hmm. En zo geeft het zo ongeveer met de Janse cultuur op dit moment. En dat heb ik geprobeerd er ook in te verwerken. Dus in die zin is dus het gesamtkunstwerk van de ondergang van het avondland. Ja, dan is misschien Paul, laat ik toch nog even een beetje opbeurende opmerking u verhassen. Net het idee dat het dadelijk toch... Nog meer gaat bruisen wie van de huur. Nee, nee, huur, dan moest er... Omdat de lu, ja, gewinder huur, de cultuur is aan het veranderen, is het jantrecht vlot. Kijk, wij op dit moment, de cultuur draait in Limburg, dat ze lu boven de 60 jaar. Mm-hmm. Ongeveer 60 jaar, die zijn misschien wel ermee bezig. Maar die oriënteren zich internationaal niet meer in verenigingsverband... traditionen zijn voet en wensen samen onder de 60 kunst en op die schiedung klingen van doen. Ik denk dat wanneer corona ziet voorbij is, dat die lui boven de 60 zagen van ik ga het wel je hart. Ik ga genieten. Erin nog, bedoel, mijn mam zit in een koer. Mm-hmm. En die zijn inderdaad allemaal boven de 60 en mijn mam zegt, Jure, ik ga nog naar de koer, maar ik ga niet meer zingen. Mm-hmm. De kunst schiedung. En generaties, en die generatie Noos, dat ben ik jans anger. Dus cultuur zal er immer zien, daar ben ik ja niet bang voor. Ik wil nu een stukje cultuur lossen huren, en dat is weerbasis cultuur. Oh, had ik nou je plaat? Vertel er even over. Oh, yeah. Ik schreef al eens een liedje. Och nee, is dat zo, meneer Weerle? Van die 10 liedjes die ik dan in een jaar schreef, dan zoek ik er dan een paar uit en dan zag ik van, maak me geen chance van. Dus dan zag ik ongeveer wie de muziek moest klinken, wie het arrangement moest werden. En zeg maar, dan kan ik dat zelf erin zingen en bemoei me met wat die nu spelen. Mm-hmm. En vroeg of spier kunt er dan een plaat uit. Mm-hmm. En dit jaar dacht ik van, ik wil niet alleen een liedje in het vuurjaar gaan en in het najaar. Maar ik wil er gewoon nog een vaste lovensliedje gaan. En dan met name een vaste lovensliedje dat een beetje aansluist op de stemming van de eerste specialiteitenplaat. Dus dat betekent voor mij dat moet Dixieland zien. En gewoon een lustig liedje. Het hoeft niet per se vaste lovens te zien, want dat hou over in die 10 jaar is niet. Mm-hmm. Dan ben ik dan een beetje uitgekomen op dit liedje. Ook dat Jans algemeen is, had geen persoonlijke mening, want ik ben niet getrouwd met de dochter van de Weed en ik zal dat ook niet gaan doen. Maar, ik vond het wel leuk om dat samen te doen met de jongen, waarmee ik eigenlijk dus al 40 jaar muziek maak. Mm-hmm. En dat is weer waas. En wie kijk, voorkomen... Hij heeft een motte vlot, zie je bedankt. Oké, okay, voorkomen 3-4 keer per jaar sowieso bij je neer om bij te kallen, je moeilijk te eisen en te drinken. En de titel is, ik ben getrouwd met de dochter van Bobby. En dan hoop ik dat het nog veel weer te giet wanneer het vastelovend is. Ja, en of die allemaal in door de hand, dat is nog maar de vraag. Oh ja, nou, die komen er wel. Die komen er wel. Weer was met Ik ben getrouwd met de dochter van Loweert. Paul had weer was het al je had voor een mogelijk 40-jarig bestaan. Ik moet nog even een beetje tijd volmoeden. Nee, de hand voor niet over je had. Ik bedoel, maar ja, verblieven vrouwen en verblieven ben je niet gekomen, dus we wees wat verdund wanneer het werkelijk 40 jaar is. Vergunt het huren, vergunt het zien, maar vergunt... nu luisteren naar Ik ben getrouwd met de dochter van Loweert, van Weerwaas. En daarna komen we in de tweede stond, komen we even terug op, vertel het nog even... Platboek. Platboek. 24. En wat is Platboek precies? De handvordert ziet vuur. Nou, Platboek is een bloemlezing... 10 seconden. Van schrijveren Oes Jans Limburg in alle varianten van het Limburgs. Dus cultuur
Op een top. Op een top. 60 plus. 60 plus? Allemaal. Ja, en? Dat is toch net voor een bepaalde doelgroep, dat bocht daar, hè? Nee, voor geen loes van nou weer was. Ja! Dit is het station van jouw hits, jouw nieuws. Dit is Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. FNV Parkstad. Zoveel jaar geleden vond me vier, twee jaar te vrije. En het zat amigos bedje is je maat. Nu wordt het looter vieren, dan zijn de pap, hou die wieltjaf op de maat. En de mens nu dat zijn schikken, die komen doe wel kieken, wie het de tappenstong best in de naad. Van je tjoen van je laatste weien, werd het jaren net volleien, en ze zagen alle nui wie het het smaakt. Geval dat jij net hebt ingeschakeld bij ons in de studio. Paul Whelan, en we hebben het gehad over de thriller Doodstil en zijn andere werken. De trilogie is nu voltooid, zegt hij. Ja, afgeloven. Ja, God schreef, blies ze toch wel, maar neem het maar op wat ze allemaal schreef. Zolang wie het jeet. Zolang wie het jeet. Platboog. Platboog heet het. Platboog. Okay. Waarom is het? Het is een Limburgs initiatief. Het gaat uit van het Huis voor de Kunsten. Mm-hmm. En
En dat doen vier dan als stichting Lili, maar ook met Veldeke en met de Raad voor het Limburgs. En we zitten nog meer bij het bureau Streektaal, heet dat officieel. Mm-hmm. En dat werd ook nog terug de provincie gedeeltelijk betaald. Dus zeg maar, in der zin is het absoluut een Limburgs product. Daar werd er, zeg maar, aan schrijver Oes Jans Limburg gevraagd om aan de hang van het thema een gedichtje of een geschichte te schrijven. Mm-hmm. En daar voelen zich ja, immer meer lui voor je roffen. Want dit keer gaan we voor, geloof, over de 90 inzendingen. Dus dat is nogal veel. Ook natuurlijk dankzij de oproep van RTV Park. Maar natuurlijk. En ook omdat ze zelf een beetje doorhaast. Oh ja, ook nog, ja. Ja. En dus zeg maar, ja, dus is wanneer Luder van Huren denkt ze, ach, dat kan eens proberen. Wat is het thema? En dan Jan Frans kijken of het kan... Vooral doorgaan. Ja, of een of een stoortje bij Eveld. Ja. En, ja, zeg maar, in dit geval, er stond immer een hoofdlu uit Kircher erin. Waarom? Ik denk zelf erdoor dat het kunt punt E, omdat ik zelf van Kircher ben en er boel stimuleren Kircher om er aan mee te doen. Mm-hmm. Maar ook op punt 2 is dat in Kircher veel meer in het plaatje schrijven werd terug, veel meer lui dan Orient Angers. Ja, ik sta nu maar wat Paul, ik weet niet, bestuurde over denkt, doe wedstrijd vielleicht nog veel beter. Ik ben ook ooit, 2-3 jaar geleden, bij ons met plaatsen schrijven, ook op Facebook en zo je allemaal. Ja, al doen de leermensen aan, niet, wat? Want daar hast lui die corrigeren dich, hè? Daar hast lui die zeggen van, nee, dat schreef ze zo. En, ja, wie ze dit schrift, dat steekt je in Jans Einfrender Dictionair. Ja. De mensen door erin kieks kunnen het meestens jood. Mm-hmm. Dus, maar zeg maar, wat ze schrift, dat is punt 2 natuurlijk. En daarvoor werd toch allemaal nog het thema gezoet. Mm-hmm. Dat ze al, zeg maar, een hangvat had om met ze aan werken. Mm-hmm. En dat kunt nog, dan is het ook nog maar, wat je ze met dat thema doen. Ik zeg, maat in je schichten. Bij derde wink, nou, dat kan de Nijanse hoef invallen. En gelukkig veel door de Nijanse hoef nu van alles in. Het is dus niet alleen maar je erin en de zet over wink derde, wie gaan fietsen worden. Wie zich, oh, ik wink derde. Ja, maar zeg maar, ja, nu denken over nog en proberen werkelijk met je het origineel te komen. Mm-hmm. En in Jans veel gevallen lukt dat ook. En dan, Hasse gaat, waarvan ze zegt, nou, dit is nou zo typisch, zo'n voorbeeld, wordt de titel die ik op het verkeerde been zet. Nou ja, dat wist ik net. Kijk, nee, dat ze, ik noem maar zeggen. De meester van Oost, dat ik het Janse boog van Boezen kan, en dat is niet zo. Nee, dat maar de has. Maar kijk, wat ik zelf maar erg leuk vind, dat zijn de slouwbarrière van de Loek van de Weijer. Ja, ja. Dan neemt ze me gewoon in op, hè. Ja, maar je hebt er look steeds bouwummer erin. Mm-hmm, ja, logisch. Maar zeg maar, ook bijvoorbeeld wie het Tilde Vrouwenraad, dat, ja, dat is eigenlijk aan je vangen te schrijven vuur platboek. En mm-hmm. Dat is het nog ommer aan toe, en bedoel, dat is gewoon schoon. Mm-hmm. Naast nog Frans Hendricks, ook eens keren gewoon. Die maakt ook op ieder paar jaar maakt een cabaretprogramma. Mm-hmm. En ja, dat liet zich gemeentje invallen. Dan vroeg nog om het Annie Thomas dat meteen, dat hij erin steed in ieder geval. En het Mia Engels. Mm-hmm. Allebei van een dialectverein. Dus, maar zeg maar, ja, wie Roest Jans Limburg en Enne, die misschien wel een beetje bekend is, dat is toch Colla Bemelman zo snut. Mm-hmm. En die hou zich vlotter vanaf je maat, denken via daar, maar wie lang de Colla de overdiet, dat wie zich niet Jans. Die had oud gezegde, had de ingezegd. En dat is de woorden, wie niet tegenwind kent, kent ook niet tegenwind. Dat is gewoon een leuk wietje. En de Guus Knebel, dat is hoe zwaarwig kunt de man. Mm-hmm. Nog nooit van je hoort, hij had voor de allereerste keer met je door, komen gaat zo erin te staan. Ik had van storm, van regen en van donder, van stiegerende bootjes, die bonken tegen de vlonder. Van sterke vuurgel die hun krachten testen, winkt tegen richting westen. Van manslui die stoer zigzag stappen, wen schermen zillig dubbelklappen. Ik hoor van storm, geneet en lach, heem hinger het venster bij windkracht 8. Ja, geweldig, geweldig. Vier kunt met windkracht 8 naar de afgelopen zomer even, Paul, wat vind je door van? Oh, oké. Okay. Want ja, eigenlijk, dit ging een evergreen werden, want zo'n zomer wie afgelopen jaar,
haben wir noch nur gehabt und hoffen wir auch neu mit zu kriegen. Ich hoffe ganz ehrlich. Ja, von der Nusre, es war ein Sommer wie noch nur Paul Wehle. RTV Barkstadt. Sie schmelzt in den Hang. Ich gib nur die Genese, wo denn für mir wie Sonne brang. Wie schön, dass du bist, du schöne wie Famix, du bin die Klede, es zu mir und begann die geborene Sommer. Vroeger dat de lui dat netje hoort aan het wel verhouden, het graden verkouden en zo. Zet er aangere, wat is dat, krouw? Paul, definitie van krouw, wat is dat? Piemouw en krouw, is dat hetzelfde? Ja. Ja, de aangere zegt, piemouw, wat zegt u dan nu einde nooit van je hoort? Ja, dat mensen niet meer kratzen kent. Nee, dan had ze jeuk aan de batsen. Schurft. Jeuk aan de batsen. Met zijn jeuk als moet zich kratzen. Absoluut. Het platboek, de 24e uitgave, zie ik dat je hoort? Ja, dat is een initiatief van de Wim Kuipers. Die kwam 12 jaar geleden, om je nou te zien, kwam op het idee om Zujet wie een platboek uit te brengen. Mm-hmm. Dan vond ik dat veel te weinig in de platje schrijven woord, en dat is er zo. Er kwam dan op plaatje wie Drenthe of Groningen, en dan zaten ze. En Jedderbugger, je zei, vocht door herinneren, komen steeds in een meter van de streektal door. Mm-hmm. En wanneer ze zei, in de bugger, je zei, herinneren je eens, wat ving ze door? Nou, wanneer ze graad één boog ving ze, daar is een hengklaatje. Mm-hmm. Dus daar vond ik dat meer in de platje schrijven moet werden, en het Huis voor de Kunst had dat opgepakt. En ja, nou, we brengen het dus voor de 24e keer uit en verhoofd, joh, de 25e te maken. Kijk, mijn uitzending heet de Parkstad Cultuuragenda en er kan natuurlijk van alles en nog in, maar het dialect, de streektaal, cultuur,
Daar zijn we allemaal voor welkom. Dan schrijf ik mij alvast in voor niks, joh. Ja, deugt dat maar. Want ook de Zon van den Berg, en ook de Wouwel en de Dialectverein en weet ik wat allemaal, zijn allemaal welkom. Maar helaas is er op dit moment helemaal niks. Ja, veel te weinig. We moeten het afraden. Zelfs het toneelvereinen waar die het toneelstuk Jans had doorgeschoven naar volgend jaar. Het belangrijkste maken van het vergeten, het platboek en dingen, trilogie, Dead of Thriller uit de trilogie, dat vind ik een goeie. Dude still. Paul, still dude. Nou, nu ik daarover nadenk, misschien wordt het toch wel, nou is er ja. Maar luister, ik ga van Jedders exemplaar hij. Mm-hmm. Ik wist het of de lui kan bellen, of ze durven bellen. Vergunt dat regelen. Oké, die liggen hij, dus die alsjeblieft. Die gunt voor in de kerstgedachte gunt voor droog en leuks met doen. Dat liet me. Sinterklaas. Ja, maar dat is al erg vlot, dat schaf ik niet meer. Oh, niks weg, nee, niks weg. Ja, nee, dat schaffen we niet meer. En dan darf ik me ook bedanken voor het mondkapje van de DJ Egge. Specsplinter nieuw, het is wasbaar, dus los het niet goed, joh. Het is uniek, net je erin een kiddie, want ze zijn veel te duur, die dingen. Dat is echt waar. Maar met dank voor de komst in de studio, een goede reis terug naar Mistree. En gruus aan door Louis. Kunt je het. Dank voor de komst. En luisteraars, hou hem in de gaten. Door Paul Wille, een blied schrijven, een blied zingen. En het is een geweldige... Ja, ik hang hem maar aan de lippen van dich. Nou. Ja, echt wel. Want de man kan zoveel vertellen. Ongelooflijk. Maar nu gaan we zeggen adieu. Want dan is het straks de spier hier. Alles kunt je het. Adieu, wat? Adieu. Jouw hits. Jouw nieuws. RTV Parkstad.